Yo guys, en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is echt kapot laat. Ik ben nu bezig met mijn pakketjes. De laatste pakketjes van vandaag. Ik moest echt veel pakketjes inpakken. Ik ben echt kapot. Morgen 8 uur opstaan. Dan gymmen. Ik heb 2 trainingen in 1. Dus eerst normale gym sessie, dan een box sessie. Ik ben echt slow, man. Maar goed, ik kan nu de laatste pakketjes inpakken. En dan ga ik alweer slapen. Dus ik zie jullie morgenochtend, man. Ciao, miauw, klauw. Een hele goede morgen, guys. Het is 8 uur 's ochtends of 8:30 alweer. Ik heb net brownie uitgelaten. Deze laatste paar dagen heb ik met mezelf beloofd om elke dag gewoon vroeg op te staan en vroeg te slapen. En dat ik sowieso in de ochtend gelijk ontbijt, water drink en zo, dat soort dingen. Want op een gegeven moment had ik niet echt een ritme meer in mijn leven. En ik at ook wel slecht. Dus ik werd er echt steeds, ik wil niet zeggen depressief, maar echt somber ervan. Dus ja, ik voel me nu echt wel een stuk beter door echt alleen maar vroeg op te staan en niet uit te slapen. Ja, het geeft me wel echt een boost in de ochtend. Zo van, ik ben ook een mens, zeg maar. Nou, wat ik aan mijn ritme heb veranderd is... Nee, dat is te hoog. Dat zie je me voor. Moment. Oké. Nee, te weinig licht. Ja, wat ik dus aan mijn routine heb veranderd is... Ik slik nu elke dag 2 vitaminepillen in van Cosso Nutrition. Ik heb trouwens die lelijke nagels uit Turkije eraf getrokken. Cosso Nutrition. Ik ga vandaag ook gymmen. Dus ik ga nu voor het eerst zijn pre-workout gebruiken. Even kijken hoor. Dit is krachttoename. Nou, die is voor DAF. Beast Mode. Popping Cola. Die ga ik straks innemen. En de eiwitten shake ga ik ook meenemen. Zodat ik lekker kan shaken na het trainen. Ik heb geen kortingscode voor jullie. Maar ik ga het wel even aan hem vragen of ik het kan krijgen. Maar door echt alleen deze vitaminepillen in te nemen. Elke dag vroeg op te staan. Water, veel water te drinken. Voel ik me echt al stukken beter. Veel mensen willen makkelijk en snel afvallen. En dat gaat niet zo 1, 2, 3. Je moet daar natuurlijk wel gewoon moeite voor doen. Zoals gezond eten, veel water drinken. Dus ja, ik ga nu 2 vitaminepillen even naar achter gooien. Door de slaap naar heen. En dan ga ik nu even ontbijt voor mezelf maken. Ik heb mezelf beloofd om geen brood meer te eten. Maar ik heb echt zin in een tosti. Dus vandaag ga ik dat wel lekker doen. Ja, ja. Deze dag word ik gewoon eerder wakker dan mijn wekker. Eerlijk, dit is het meest gehate geluid door heel de wereld. Oh, ik krijg gewoon echt nachtmerries als ik dit hoor. Ik moet echt denken aan school. Dat ik moest opstaan. Dat je echt zo in de verte hoort. Dat je in een droom helemaal zit en dan word je wakker en dan denk je, fuck, back to reality. Ik wacht op mijn tosti op dit moment. Nou guys, ik sta nu in de wacht met de belastingdienst. Allemaal. Een ogenblik geduld, alsjeblieft. Als ik ooit president zou worden, zou ik echt voor zorgen dat er geen belasting meer betaald moet worden, man. Gezeik. Gewoon mijn gezeik, jongens. Gezeik. Geduld als. Dat is wel echt kut. Maar met Gods wil komt alles goed, jongens. Gewoon positief blijven. Ik wil echt huilen. Maar alles komt sowieso goed. Ik ga echt sowieso altijd storing als ik de postbode hoor. En dat ik hoor dat iets door de brievenbus is gegooid. Dan begin ik alweer helemaal te hersenspinselen. Nee. Blauw brief. Maar we gaan gewoon keihard werken. En keihard knokken. Dat we deze dikke vinger aan de belastingdienst geven. Ik ga eerst even hardlopen, jongens. Kosten niet te zijn. Ik heb net 20 minuten afgelopen.
Niveau 10. Dat is een nieuwe mijlpaal voor mij. En ik zeg, we gaan nu knallen. Let's get it! Ik ben vergeten mijn pre-workout te nemen, man. Shit, shit, what, what, yeah. Ja, maar we zijn klaar met gymmen. Hé, hey, heb je nog die herinnering van vorig jaar? Ja, moet ik hem pakken? Ja. Nou jongens, deze herinnering van vorig jaar denk ik echt van, no, maar we moeten echt weer tegenaan. En ik moet nog beter worden dan dit. Vorig jaar, toen woonde ik hier in de gym. Super fit. Ja, man. Kijk hoe dun het hier ook was, hè. Lid, man. Ja, man. Dat is de goal, hè? Ja, man. Dat is de goal. Maar nu moet de goal nog over. Dat is de goal, dat is de goal. Ja, 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 dat is de goal. Ik ben hier voor kracht en conditie. Ben ik hier, ja, ik wil nu gewoon weer elke dag komen. Soms kwam ik twee keer per dag. Soms verveelde ik me of wat. Dat viel irritant. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon gymmen. Dus ja, we gaan er weer tegenaan, man. Let's get it! Let's get it! Let's get it! Oh ja, en jullie hebben een nieuw Instagram, toch? Ja, Ballin Fit Official. Yes. Ballin Fit Official. Volg ze, jongens. Dan kunnen jullie ook de tussendoortjes zien en zo. Nou, we zijn net klaar met gymmen. We hebben omgekleed. Nog even die muziek, hoor. Wow, zo. Ja, we hebben ons omgekleed. We gaan even wat eten. We hebben straks weer twee bezichtigingen. Eentje in Eiburg en eentje in Almere Buiten, volgens mij, als ik het goed heb. Almere Buiten? Ja, Almere Buiten. Ja, volgens mij is het Almere Buiten. Ik zou daar in ieder geval niet willen wonen. Niet? Nee, man. Het is wel lekker dichtbij. Bij mijn moeder, ja. Ja, dat dan wel. Ja, alleen daar zou ik het dan voor doen. Ja. Dus ja, daar hebben we een bezichtiging. Ja, en dan zijn we alweer klaar voor vandaag. We hebben deze dag wel echt drukke dagen gehad. Ik besef dat we gewoon zo druk hebben. Dat we s'avonds laat thuiskomen, lui zijn om schoon te maken. Gewoon gelijk gewoon slapen. Gewoon gelijk slapen in bed springen. Oh. Wow, nou, zo interessant was het niet. Dat we thuiskomen, gelijk in bed springen en de volgende dag gelijk weer vroeg in de ochtend. Weet je nog tijdens de corona dat we gingen surfen? Ja, we doen echt niks. Ja, man. Nu wil ik echt een schoonmaakster. Trouwens jongens, ik ben op zoek, of wij zijn op zoek, naar een schoonmaakster. Want wij hebben gewoon echt geen tijd om thuis op te ruimen en schoon te maken. En het gaat gewoon, dan heb ik het niet over de normale manier van schoonmaken. Maar waar ik echt naar op zoek ben, is iemand die echt gaat boenen, tegeltje voor tegeltje. Yes. Gewoon echt dweilen. En ja, geen standaard schoonmaken, maar gewoon echt eentje die echt, dat als je thuis komt, dat je de chloor en de schoonmaakmiddelen, dat je gewoon achterover valt. Dat alles gewoon glimt, jongens, van buiten tot binnen. Dus, je weet het allemaal heel mooi te vertellen. Ja. Veel mensen zeiden ook van dat ze meer video's willen dat we aan het eten zijn en praten over dingen. Mm. Want toen we It's a Boyo gingen eten, ja. Vonden ze dat echt helemaal ja. Goed. Ja, It's a Boyo zei dat ze een challenge hebben, een hele hete challenge. Aha. En dat ze die ook naar ons toe willen sturen om uit te proberen. Dus dat kunnen we ook doen. En dat we dan gewoon vragen beantwoorden over het leven. Spicy. Ja, Spicy Boyo. Spicy. Zo heet hij, de Spicy Boyo. Oh. Ja, die willen ze opsturen. Nou. Lekker. Dus, well, zie jezelf al als vader. Nee man, nog eventjes niet. Ja. Yeah. Je vindt me leuk hè? Ja. Ja, je vindt me leuk hè? Kijk hoe die lacht. Kijk schatten. Ja. Vind je me leuk? Ik ben lief hè? Ja. Vond je me niet zo lief, maar jij wel. Wow guys, zien jullie dat al met een kinderwagen? Nou, hier is de boosdoener. Hé, maar...
Je bent wel echt, echt een bitch, man. Huh? Je bent echt een bitch. Hé, het spijt me echt, man. Hier heb je een gedeelde, wat is het, soort buitenlucht dinges. Zo'n ruimkamer. Kijk, dit is gewoon helemaal perfect voor mij en Daf. Dan hoeven we niet te vechten voor de spiegel. En zijn, ja, die kamers hier zijn wel echt ruim. Dit zou echt perfect zijn. En daar kun je dan even kijken. Nou, ik vind deze woning wel echt de beste die we hebben gehad. En wat vind jij, Brownie? Wat wordt je nieuwe opzet? Awesome? Dankjewel hoor. Welke vind jij het mooist, Brownie? Als we nog één slaapkamer. Dit huis heeft een andere indeling. Deze heeft ook 3 kamers. Ja, in de andere zit al een grond. Dus ja, ik denk eigenlijk dat we die gaan nemen. Want ja, ik wil die eigenlijk. Die 3 kamers. Ja. Echt? Oh, hier zo. Ja. Oh, dat is wel echt heel dik, ja. Dit is een inloopkast. Kijk, dat is wel groot hier. Maar waarom even? Ik weet niet waarom, ze hebben hier een deur erin gezet. Ja. Oh. Kijk, je kan ook zien, iemand had daar zo'n kast met planken gezet. Ja. Schoenenkamer, kleedkamer. Ja, echt wel. Ja, dat is wel een grapje. Zien. En toch voor nog? Ja. Mooi huis al gezien. Maar, ja. We hebben toch gewoon een huis in ons hoofd en dat was die met de inloopkast. Ja. Maar ja, we zitten toch met de indeling en ik ben iemand die beeldt me altijd echt alles uit. Dus we gaan er even over nadenken. Ik vond sowieso alle woningen wel mooi, hè, niet? Ja, ik ook. En sowieso die inloopkast, die kunnen gewoon eruit laten timmeren. Ja, je kan altijd zelf bouwen of iets erin laten bouwen. Dus ja. Het is wel een, ik zeg eerlijk, wel een 80% dat ik denk van ja, hoeveel procent geef je? Ik ben wel een 90, man. Een 90, hè? Ja. Maar ik zit ook te denken met ja, als we nu meubels weer naar boven moeten brengen met een lift. Ja, maar ik wel. Ja, maar ik zit dus wel te denken van al die meubels moeten we weer met de lift en zo brengen. Want die was op de 4e verdieping volgens mij, die woning die wij wouden. Nou, hij is helemaal in zijn telefoon. Maar ja, de makelaar die gaat me even een video sturen van een andere woning die ze ook heeft. Dus ik ben wel benieuwd hoe die eruit ziet. Maar ik denk, als we niet meer verder, als we niet meer tevreden zijn met andere bezichtigingen, denk ik dat we wel voor deze woning gaan, man. Nou guys, Fierce Jewelry heeft een 30% kortingscode, vond ik het 30. Dus als je sieraden wil bestellen, doe dat nu. Het is echt nu het perfecte moment. Onderin staat de code ook nog eens een keertje beschreven en de website, dus make sure that you use it. Morgen gaan we snoep testen met Angelique en April en daar heb ik echt veel zin in. Nou, de video is weer op die Bigo. Ik krijg echt storing ervan als ik dat hoor. Ik heb gisteren weer olijf gekocht, want dat is gewoon maar cravings voor deze. En nu is het op. Dus ik zit te kijken, wat ga ik vandaag koken? Ik heb geen zin om te koken vandaag. Maar ik heb wel echt zin in olijf, dus ik ga wel olijf even kopen. Yo guys, ik heb net een pakketje binnengekregen van Best Secret. Oh my god. En ik heb een samenwerking met hun en ik heb echt super coole items besteld. Ik ben echt vergeten wat ik ook weer heb gehaald. Dus voor mij is het altijd een surprise als ik een pakketje binnenkrijg en dan ga openen. En ik ga het samen met jullie unboxen. Zoals ik al eerder had vermeld, is deze kleding allemaal van Best Secret. Het is een exclusieve website alleen voor leden. En je krijgt alleen toegang op basis van een uitnodiging. En waarom ik zo gek ben op deze website is omdat je meer dan 80% korting hebt op bepaalde merken. En op de website van de Best Secret zijn er meer dan 3000 topmerken. Zoals Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Michael Kors, Gucci, Dior, Puma, Adidas, Nike en nog veel meer. Het is ook heavy, dus ik ga het nu even uitpakken. Dat klonk echt als vuurwerk. Een Nike vest. Even kijken. Dit is volgens mij een gymsuit.
een riem voor DAF gehaald, want zo'n broek zak altijd af. Oh ja, en borden. Dit zijn wijnglazen. Maar als we gaan verhuizen, dacht ik ja, even handig om nieuwe borden en glazen te halen. Oh ja, en dit shirt vond ik ook echt zo dope. Dit is een groene shirt van Diesel. En ja, ik vond die nek dingen, hoe heet dat? Kraag. Hoe heet dat? Was gewoon de naam van het. De kraag vond ik echt super dope eruit zien. En als last, dit zijn borden, dus die ga ik straks ook even openmaken. Nou, ik heb eerst het groene shirt aangedaan. Hij zit echt super lekker. En I love the details. Ik dacht ik zou de jumpsuit passen, maar hij past niet over mijn dikke benen heen. Deze Nike zit wel echt goed. En I like it. Lekkere stof ook. Ja man, I like this one. Dat is ook. Ah! Ai ai ai. Riksel vast te maken. Ik wil zeggen, hij heeft ook een capuchon. Yes, I like this one. In de bio staat een link waarin je je kan inschrijven voor de website. Dus ik zou zeggen, stop deze video even. Klik op de link in de bio en schrijf jezelf in. Ik voel me sowieso echt VIP dat ik erin zit. En als je jezelf aanmeldt, kan het best wel lang duren voordat je toegang krijgt. Omdat natuurlijk iedereen erin wil. En daarom kan het best wel lang duren voordat je toegang krijgt. Maar als je erin zit, dan ben je wel super duper exclusive. VIP. Bijvoorbeeld dit shirt was echt totaal niet duur. Dit was ongeveer 10 of 20 euro. En ik ben er echt super blij mee. Ik ga nu ook even mijn bordenset openmaken. Ik moet wel echt zeggen dat ik heel blij ben met de levering. Het duurde 2 of 3 dagen voordat alles binnen was. Dus ja, ik ben echt heel tevreden met de levering. En zoals jullie zien verkopen ze niet alleen kleding, maar ook accessoires en borden. Oh my god, dit bord is echt zo cute. Shumalaka, lukulukulu. Wat was dat voor taal? Dat ligt echt op Sims. Nee, maar dit is echt een super mooi bord. Als je hier eten opmaakt, ziet het er gelijk uit als een restaurant. Wil jij nou weten wat voor merken er nog meer zijn? Ik zou zeggen, check de link in de beschrijving. En het is echt de moeite waard. Ze hebben echt super leuke kleding. Tot 80% korting. Dus ja, dit wil je gewoon niet missen. Klik de link in de beschrijving. Je zit nog steeds te kijken. Klik de link in de beschrijving. Klik de link in de beschrijving. Klik de link in de beschrijving. Heb je gehoord? Dit is by the way onze kamer. Hier was eigenlijk eerst de kledingkamer. Maar we hebben nu hier het bed omgezet. Dat was een goede keus. Nou, het is alweer bedtijd, jongens. Ik ben nu even lekker gedoucht. Ik heb trouwens heel veel vragen gekregen van ja, hoe kan je nou zo snel een nieuwe woning krijgen? Kijk, weet je, ik heb voornamelijk op Funda gekeken en ook op Facebook heb je ook zeg maar van die woningen. Daar heb ik eigenlijk voornamelijk gezocht, maar als je boven het modale verdient, dan kom je niet in aanmerking met een sociale huurwoning. Dus ik moet sowieso vrije sectorwoning. En bij een vrije sectorwoning kan je eigenlijk binnen 2 weken ongeveer al gelijk wonen. Dat had ik ook met mijn eerste appartement. En als je een sociale huurwoning hebt, dan moet je sowieso echt gewoon kapot lang in de wachtrij staan. Maar de woning waar we vandaag hebben gekeken, waren ook mensen die gewoon in loondienst waren. Dus ja, het is gewoon heel goed zoeken en eigenlijk gewoon een beetje geluk hebben. Wij hebben echt alles op alles gezet met veel zoeken, veel reageren op woningen. Dus ja, dat is eigenlijk de enige tip die ik jullie kan geven. En ik moet de scheet laten. Oké, doei.
Goedemorgen. Nou guys, ik heb net heel de kledingkamer opgeruimd. Ik ben nu even aan het stofzuigen. Straks komt mijn zusje Angelique, dus dat is echt super gezellig. En we gaan een nieuwe snoep video maken. Dus ja. Ik ga even snel opruimen voordat mijn moeder thuis komt. En wil ook surfen. Ja, je huis terug. Dus zie jullie straks weer. Doei. Nou guys, Angelique is gekomen. Kijk nou hoe groot ze wordt. En je haar wordt ook zo lang, hè? Ja. Mooi hoor. Nou, Angelique heeft de eerste tandje gewisseld. Ja. Laat maar zien. Zo, daar past een fiets tussen hoor. Ja. Er staat hiervoor een fiets. Mag ik die even daar zetten? Vandaag gaan we snoep testen. Ja. Woe. Wat een tijd is niks speciaals eigenlijk. Wat vind je van het cadeau? Mooi. Nou, zijn stem hoor ik al vaak genoeg hoor. Gaat hij weer dicht? Ja. Hi guys, ik wil nog even terugkomen op de woningen. Want heel veel mensen hebben dus gevraagd van ja, waar kijk je naar woningen? Want ik zat op een hele lange wachtrij. Ik heb net met de vrouw gebeld waar we gisteren de bezichtiging bij hadden. En ze heeft me verteld dat ze eigenlijk een soort van freelancer is. En dat makelaars haar eigenlijk zeggen van hey, ik heb zoveel huizen. Vanaf die en die datum is het leverbaar. En dan gaat ze gewoon op zoek naar klanten die gewoon een vast contract hebben of ZZP'er zijn. Maar binnenkort gaan we weer even kijken naar een andere woning waarschijnlijk. En dan kan ze even beter uitleggen voor jullie. We gaan nu naar de snoepwinkel. Zag je de video, wat ze wordt helemaal gestrest. Ja. Leuk hè? Lekker op een rak. Nee, vind je dat schattig? Is schattig toch? Nee man. Oh, maar hij lijkt echt niet op siesta, hè? Ja, maar zo wordt hij geboren en later gaat hij op haar lijken. Ja? Ik kan schattig plassen willen. Wat vind jij ervan, Angelique? Ja, Chesta plast gewoon. Oh, nee, die is wel echt zo schattig. Nee, dit is echt schattig, ja. Oh, mag ik hem aan? Met onze kleine draak April. Ga straks snoep testen. Woe. Heb je er zin in? Hallo guys, het is alweer een dag verder. Dit was de video alweer, de vlog. Ik wil even nog terugkomen op de woningen. Daar ga ik morgen naartoe naar die makelaar. En in de volgende vlog kan ik jullie daar meer over vertellen. Want ik wil jullie echt heel graag helpen, omdat heel veel mensen op een lange wachtrij staan. En als ik jullie daarbij kan helpen, doe ik dat graag natuurlijk. De snoeptestvideo komt er ook aan. Dat is in de volgende video. Dus ik wil zeggen, stay tuned. Deze video komt hopelijk dinsdag uit. Dus donderdag komt de snoeptestvideo met Angelique online. En dan volgende week dinsdag geef ik jullie meer informatie over de woningen. Vond je deze video leuk? Doe natuurlijk een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Hoe heb je dat trouwens nog niet gedaan? Als je nu kijkt en je bent niet geabonneerd, shame on you, bitch. Oké, I love you guys all. En... Ah, dat was weer gescheten. Ik heb veel peper gegeten, sorry man.